De theorie van de kernkwadranten is een hele interessante theorie die heel wat zegt over de manier waarop wij met onze kwaliteiten, met onze talenten omgaan. Ik ga die vier rondjes die je hier ziet, dat zijn de vier onderdelen van kernkwadranten, ga ik kort toelichten en ik zal ook laten zien dat reflectie op je kwaliteit een heel belangrijk iets is. Nou, het eerste is je kernkwaliteit. Dat is iets wat bij je past, wat bij je hoort, wat je altijd al ontwikkeld hebt, waar mensen, laten we zeggen, positief over zijn bij jou. Dat prijzen ze in je. Je vindt het zelf vanzelfsprekend. Je ziet het amper als iets bijzonders. Maar als het echt een zijnswijze is die bij je past, is het eigenlijk wel bijzonder. Daarom is het belangrijk om dat zelf ook te zien, want als je je eigen kwaliteit ziet en je accepteert dat ook, ja, dan kun je het ook gemakkelijker inzetten. Maar zo'n kernkwaliteit heeft ook een schaduwkant. En die schaduwkant is dat die door kan schieten in je valkuil. Dat je het te veel doet. Nou, stel je voor dat jij je heel goed kunt profileren. Dat jij je heel goed neer kunt zetten, leiding kunt geven. Kortom, je bent echt aanwezig. Dan kan dat ook te veel zijn dat je zo aanwezig bent dat de ander geen ruimte meer heeft bij jou. Dus dan schiet je in je valkuil, dan doe je te veel van het goede en mensen kunnen dan ook wel eens allergisch op reageren. En die vinden dat niet leuk, dus het zou best kunnen zijn dat ze jou dat verwijten. Sommigen prijzen ze omdat je zo gaat staan ergens voor, dat je goed leiding geeft. En de anderen die verafschuwen het dat je dat doet en waarschijnlijk zit je dan in je valkuil. Nou, dat is een tweede cadeautje wat je krijgt bij je kernkwaliteit. Het eerste cadeautje, het tweede cadeautje is de uitdaging. Belangrijk om niet in je valkuil te komen, dat je je uitdaging oppakt. En je uitdaging is het tegenovergestelde van je valkuil. Positief tegenovergestelde, wel te verstaan. Dus als je, laten we zeggen, geen ruimte aan een ander geeft, terwijl ruimte in beslag neemt, is het belangrijker om bescheiden te worden. Om ook eens wat terug te trekken, mensen meer de ruimte te geven. Maar ja, dat past niet zo bij je kwaliteit. Dus de vraag is of je nou meteen van de weeromstuit iets heel anders moet gaan doen, wat niet past bij je kwaliteit. Ja, dan lijk je ook niet echt. Daarom is het belangrijk die uitdaging oppakken. Prima, maar blijf ook jezelf en meng die kernkwaliteit met je uitdaging en laat jouw kwaliteit toch wel voldoende doorschemeren. Maar het mengen met je uitdaging, en zo zit het leven in elkaar, je moet je soms ook wat aanpassen, zou kunnen zijn dat je die kwaliteit misschien veel beter in kan zetten en dat het effect van die kwaliteit ook beter is. Nou, dat is die uitdaging. Je hebt nog een cadeautje en dat is een allergie. En die allergie is eigenlijk het teveel van je uitdaging, maar meestal ben je allergisch voor iets wat tegenovergesteld is van jouw kwaliteit. Dus mensen die bijvoorbeeld heel bescheiden zijn, misschien wel zo bescheiden dat ze bijna onzichtbaar zijn. Nou, dat vind je helemaal niks. Laat mensen toch wat zeggen, laat ze zich profileren enzovoort. Dus zulke soort mensen zou jij wel eens allergisch kunnen zijn. Nou, dat is je derde cadeautje die je erbij krijgt, dat is je allergieën. En is het probleem een beetje, als je je allergie tegenkomt, dan heb je de neiging om in je valkuil te schieten. Dat je door gaat rammen, dat je nu nog meer gaat profileren, en ander gaat ze nog meer verzetten. Dus daar zit een allergie in die ervoor zorgt dat je juist in je valkuil terechtkomt. Daarom is het belangrijk dat je je uitdaging oppakt en dat je die mengt met je kernkwaliteit, want dan heb je veel minder last van je allergie. Alleen, die uitdaging oppakken is ook een beetje lastig, want die lijkt een beetje op je allergie. Nou, dat is even een belangrijk gegeven. Nou, die valkuil is natuurlijk ook een lastige. Sommige mensen die gaan hun valkuil bestrijden en dat werkt niet. Het gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt. Daarom is het veel belangrijker om je uitdaging op te pakken in relatie met je kernkwaliteit. Nou, dat is even de theorie van de kernkwadranten. Het is soms nog wel eens ingewikkeld, want soms vinden mensen het heel moeilijk om tot een kwaliteit te komen. En soms hebben mensen het over een kwaliteit, maar het blijkt gewoon iets aangeleerd te zijn. Niet iets wat echt bij iemand past. En het klopt ook, je moet allerlei dingen aanleren. Dus soms leer je gewoon gedrag aan. En soms is het je zo eigen geworden dat je denkt dat is mijn kwaliteit. En toch merkt een ander dat dat misschien niet helemaal zo is. Nou, dan heb je waarschijnlijk een gedragskwadrant en die lijkt heel veel op een kernkwadrant. Het is te hopen dat je in je werk niet te veel gedragskwadranten hebt, want
dan ben je misschien wat te weinig bezig met wat echt jouw kwaliteit is en wat je talent is. Dat zou nog wel eens te veel energie kosten om te veel dingen te doen en te ontwikkelen waar je minder goed in bent. Nou, en het laatste, dat is nog een beetje lastiger, dat is, er zijn ook mensen die hebben een maskerkwadrant. Bijvoorbeeld iemand die was heel gevoelig vroeger in zijn gezin, alleen dat werd niet op prijs gesteld. Dat werd heel sterk afgewezen, dat vonden ze soft, dat vonden ze rood, dat vonden ze maar helemaal niks. En er werd gezegd, joh, als je zo gevoelig bent, dan komt het leven helemaal niet door. Je moet, als het nodig is, over lijken kunnen gaan, stevig kunnen zijn. Dus doe dat niet, anders ga het niet redden in je leven. En stel je voor dat die boodschap binnengekomen is. Met een sterke afwijzing, als je dat doet, dan wordt het helemaal niks. En dan ben jij helemaal niks. En je denkt, het zal me niet meer overkomen. Dus je gaat je heel anders gedragen. Je gaat als het ware een masker opzetten. Je gaat stevig worden, fel worden, autoritair worden. Misschien een beetje agressief worden zelfs. En je zegt, zo kom ik het leven door. Maar ja, mensen proeven dat je daar niet echt in bent. Dat het eigenlijk een masker is. Dat het niet verbonden is met jezelf. Je bent niet authentiek. En als de druk hoog is, val je toch een keer door de mand. Nou, daarom is het belangrijk om eens te kijken, als jouw kernkwaliteit niet klopt, en dat betekent dat die kernkwaliteit het tegenovergesteld is van je allergie, dat de valkuil ook het tegenovergesteld is van je uitdaging. Nou, als dat niet klopt, dan zou het kunnen zijn dat je in een maskerkwadrant verzeild geraakt. Nou, reflecteer daar eens op. Je kunt zo'n masker er niet meteen afhalen als het zo lang gegroeid is. Maar je ziet hoeveel inzicht het geeft. Ben je nou met je kwaliteiten bezig of niet? En de cadeautjes die je erbij krijgt, waar je goed rekening mee moet houden om je kwaliteit goed in te kunnen zetten. Nou, dit eventjes in vogelvlucht, de theorie van de kernkwadranten.